Willem Jansen, terug op het Oude Nest. Vanaf volgend seizoen ben jij de nieuwe technisch manager van VVV. Blij dat het hoger woord eruit is? Ja, zeker. Ik wist natuurlijk wel al een tijdje dat ik dit ging doen. En het is fijn inderdaad om het kenbaar te kunnen maken en ter mensen te kunnen vertellen. Ja, zeker. Momenteel ben je bezig aan je laatste seizoen als voetballer. Waarom zie je dit als de beste eerste stap in je nieuwe carrière? Ja, ten eerste de gesprekken die ik heb gevoerd, die voelden heel goed. Het vertrouwen wat de club in mij heeft om als rookie eigenlijk in deze functie te gaan beginnen, dat voelde heel goed. Ja, in een vertrouwde omgeving. Mensen die, waar ik mee samen ga werken, die heel veel ervaring hebben. Dat maakte voor mij het plaatje compleet en mijn nieuwe carrière te beginnen zoals mijn voetbalcarrière ook begonnen is. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Moest je daar lang over nadenken toen VVV zich meldde? Toen de eerste gesprekken waren geweest had ik direct eigenlijk een heel goed gevoel. Wat het voor mij wel moeilijk heeft geweest is mijn band met Utrecht, omdat ik daar ook goed in gesprek ben geweest om een functie te gaan doen. Ja, en ik heb daar natuurlijk 9 jaar heb ik daar gespeeld of speel ik daar en die relatie is gewoon heel goed. Omdat het gevoel VVV was voor mij dat de beste stap was in mijn carrière. In mijn nieuwe carrière, dat was voor mij ook wel duidelijk. Dus uiteindelijk was de beslissing voor VVV te gaan niet moeilijk. Maar om Utrecht dan zeg maar nu te verlaten, dat was nog wel even lastig. Maar nogmaals, ik voelde aan alles dat dit de beste stap is. Ja, je zegt in een vertrouwde omgeving beginnen. Hoe vertrouwd voel je het nu je hier bent, na al die jaren? Ja, heel goed. Je bent natuurlijk wel al die jaren gewoon hier of door de jaren heen teruggekomen. En altijd voelde het weer vertrouwd. En momenten dat ik vanochtend hier binnen wandelde, voelde dat gewoon als vanouds. En het is natuurlijk wel al heel lang geleden dat ik hier speelde. Maar ik heb hier ook lang gezeten. 3 jaar in het eerste elftal, maar ook vooral natuurlijk heel lang in de jeugdopleiding. Dus dat slijt dan ook niet zomaar, blijkt dan. En dan kom je ook mensen tegen waar je mee nog gewerkt hebt, Marco natuurlijk, die ken ik natuurlijk al heel lang. Maar ook mensen die je dan hier weer tegenkomt, die je nog vanuit mijn eigen tijd toen als voetballer kende. Dus dat maakt het dan allemaal wel heel vertrouwd inderdaad. Hoe gaat je functie er precies uitzien? Ja, technisch manager, dus direct ook de taken en verantwoordelijkheden die erbij komen. Dus direct een hele mooie stap, maar ik besef ook dat het... Dan een hele pittige stap is, afstappend van het voetbalveld. Maar ik denk wel dat ik talent ervoor heb om het uiteindelijk me heel goed eigen te maken. En nogmaals, in een geweldig team waar ik mee mag samenwerken. En ik ben ook altijd een teamspeler als voetballer geweest. En zo ben ik als persoon ook. Dus dat weet ik dat ik dat in deze functie... Ook goed gaat doen. En nogmaals, met de kwaliteit die er al zit en de ervaring... Denk ik dat ik deze rol goed kan gaan invullen. Er komt ook een soort opleidingstraject bij kijken. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, gewoon vooral leren natuurlijk van de mensen die op bepaalde vlakken... meenemen in wat het vak inhoudt. Kijk, een aantal dingen spreken voor zich. Netwerk, dat heb je natuurlijk binnen de voetballerij. Maar specifieke dingen waarvan je denkt van ja, dat is wel essentieel in die functie. Dat is ook een kwestie van ervaring. Juist door het te gaan doen en het te ervaren en daarvan te leren. Maar aan de voorkant natuurlijk... Dingen, kennis opdoen, dat is natuurlijk altijd goed. En daarvoor gaan we nog kijken hoe we dat precies gaan invullen. Maar ook hier binnen de club en in de omgeving van de club is denk ik heel veel expertise aanwezig om mij daarin te kunnen gaan helpen. Dus ik vind dat wel een hele mooie weg. Voordat je gaat beginnen hier, nog eerst je laatste maanden bij Utrecht als actief voetballer. Hoe kijk je daarna? Ja, met heel veel zin. Ik merk dat ik nu misschien nog wel meer motivatie heb om het goed af te sluiten. Ik heb heel veel zin in het nieuwe avontuur, maar ja, ik ben erop gebrand om aan mijn carrière
op een mooie manier af te sluiten. Maar ook vooral mijn tijd bij Utrecht heel mooi af te sluiten. En wat dat betreft zitten we nog in de race om Europees voetbal te halen. Dus dat zou voor mij persoonlijk wel en voor de club natuurlijk fantastisch zijn om dat te gaan redden dit seizoen. Dus daar zal de komende weken en maanden zullen daar nog volle bak op gericht zijn. Heel veel succes daarbij. Dankjewel. En tot in de zomer. Yes.